Guillaume Fernandes, gefeliciteerd. Het was een mooie goal, hè, op het eind. Ja, zeker. Heel blij mee. Het is een beetje laat eigenlijk, want je had dan eerder de nekslag kunnen geven, maar beter laat dan nooit. Ja, de IJsselderby in Zwolle, er zat veel sfeer in, hè, vandaag? Ja, nee, het was mijn eerste. En het zag er, de ambiance was mooi. Iedereen had er het mooiste ervan te maken en het beste ervan te maken. En daar moeten wij niet achterblijven. En ik denk dat we een goed resultaat hebben. Redelijk voetbal en wel een leuke wedstrijd voor het publiek. Was afgesproken om veld te beginnen en daarna te gaan voetballen? Ja, want daar hebben we een beetje een koekje van eigen leer gekregen van hoe fel je moet zijn in dit soort wedstrijden. En toen hadden we van tevoren afgesproken dat we met een middenvelder extra druk zouden zetten. Waardoor zij moeilijker aan voetballen toe konden komen en eerder de lange bal misschien moeten doen. En ze hadden Nicole er nu niet in de spits, maar Valkenburg. Dus dat is ook al anders spelen. Dus dat pakte goed uit. En het spelsysteem, hoe de trainer het in gedachten had, ging volgens plannen. Wij konden zelf best wel aardig voetballen. Ook nog wel aardig wat kansjes gekeerd. En dat was top. Het enige wat je vandaag kan verwijten is dat je wat meer kansen had kunnen creëren vandaag? Ja, zeker. Ik denk dat we af en toe een beetje dingen hebben laten liggen. Waardoor we net in die eindfase niet goed waren. En net die eindfase niet goed was. Dus dat is wel zonde. Maar ik denk dat we al met al wel blij mogen zijn. Ook fijn voor jou weer, dat goaltje? Ja, zeker. Het is kerst op de taart voor mijzelf. En eindelijk weer een overwinning voor PEC Zwolle, hè? Ja, zeker. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Het was alweer een tijdje geleden en we pakten wel punten, maar het was weer hetzelfde verhaal als eerst, altijd die gelijke spelen. En onder ons wilden ze niet over ons heen. En toen zei de trainer vandaag, dan doen we het zelf, maar dat we een stapje omhoog gaan. Of tenminste, die afstand wel nemen. En dat was gebeurd. Dus het is gelukt. Dankjewel.